Elke brandweeropleiding is een avontuur, maar vergt ook veel tijd, inzet en zelfstandigheid. Daarom is support van het thuisfront en of je werkgever erg belangrijk. Maak de mensen om je heen deelgenoot van je plannen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Stijn wist al op jonge leeftijd dat hij brandweerman wilde worden. En dat wil hij nog steeds. Stijn wil echt de opleiding manschap gaan volgen. Stijn voldoet aan de voorwaarden. Hij heeft een werkplek op een brandweerpost en is inmiddels geselecteerd, gekeurd en aangesteld als aspirant manschap. Stijn mag nu aan het regionaal opleidingsinstituut met de opleiding manschap starten. Deze wordt gegeven als dag- en of avondopleiding. De avondopleiding duurt rond de 70 weken met daarin 8 hele dagen. De opleidingsduur van de dagopleiding varieert van minimaal 43 weken tot maximaal 47 weken. Gedurende de opleiding mag Stijn, onder begeleiding, meteen aan de slag op zijn brandweerpost. Na het afronden van de opleiding mag Stijn zelfstandig werken en is hij beginnend beroepsbeoefenaar. Tijdens de startbijeenkomst maakt Stijn kennis met medestudenten, docenten, instructeurs en de medewerkers van het ROI. Stijn krijgt theorie en praktijk. De verdieping van de theorie gebeurt tijdens de lessen op het ROI en door zelfstudie volgens de elektronische leeromgeving. Met de leerwerkplekopdrachten, het werken op de brandweerpost en het uitrukken vanaf dag 1 brengt Stijn de geleerde theorie in de praktijk. Natuurlijk gebeurt dit nog onder toezicht van de leerwerkplekbegeleider op zijn eigen brandweerpost. In ongeveer 20 maanden, inclusief vakanties, doorloopt Stijn de 4 incidenttypen: brandbestrijding, technische hulpverlening, waterongevallenbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Inclusief 17 leerwerkplekopdrachten. In diezelfde periode moet Stijn verplichte praktijk en online theorietoetsen met goed gevolg afronden. Deze maken onderdeel uit van zijn beoordelingsportfolio. Het examen manschap bestaat uit 2 delen, namelijk het examen brandbestrijding en het examen technische hulpverlening, gecombineerd met incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Stijn heeft ook tussentijdse evaluatiegesprekken met zijn trajectbegeleider. Deze momenten zijn opgenomen in het lesrooster. De trajectbegeleider ondersteunt Stijn tijdens de opleiding. Samen houden ze regie op zijn leergang. Docenten en instructeurs zullen de vorderingen en aandachtspunten van Stijn periodiek delen met deze trajectbegeleider. De vorderingen van Stijn worden tijdens bezoeken op de brandweerpost besproken met Stijn, de leerwerkplekbegeleider, de trajectbegeleider en de postcommandant. Heeft Stijn alle examens gehaald en alle leerwerkplekopdrachten met positief resultaat afgerond, dan krijgt Stijn het diploma manschap en is hij vakbekwaam. Binnen zijn eigen korps zal Stijn blijven werken aan zijn vakbekwaamheid. Hij volgt hiervoor modules specifiek voor het regionaal risicoprofiel, zoals natuurbrandbestrijding en tunnelincidentmanagement. Word jij de volgende collega van Stijn?